Het zit zowel in je shampoo die je gebruikt, of in ieder geval in veel soorten shampoos, maar ook make-up producten, in je wasmiddel, vaatwasser, maar ook je wasmachine voor je kleding. Eigenlijk alles wat waterafstotend is, of waar zo'n vetlaagje op zit, antivet, dat bevat eigenlijk PFAS. Dan gaan we naar de laatste presentatie in deze ronde. En Koen, geef ik jou het woord? We zien daar natuurlijk meerdere mensen. We zien jullie in de verte. Ik ben Koen van Gijn. We zijn hier op de Wageningen Universiteit, waar ik ook werk. Ik doe hier onderzoek naar microverontreinigingen in afvalwater. En we zijn hier nu eigenlijk om een andere reden. Namelijk dat we voor het traineeship een onderzoek hebben gedaan naar PFAS in afvalwater. Ja, dat is goed. De watertrainees hebben twee dingen gedaan. Ze hebben allereerst in de literatuur gekeken wat er bekend is over de bronnen van PFAS. Over het gedrag van PFAS in afvalwaterzuivering. En over precursors van PFAS. En daarnaast hebben ze een aantal meetcampagnes de gegevens van bekeken. Allereerst onze STOA-studie. En ook een Duitse meetcampagne. Er zijn een heleboel zorgwekkende dingen over PFAS, maar wat voor mij wel echt het meest bijzondere was, was dat die toenames die je ziet in de zuivering, dat die dus echt zo groot kunnen zijn. Vanuit mijn achtergrond als onderzoeker ben ik gewend om, je ziet een toename in een stofje, dat is vast een meetfout. En dan heb je het altijd over toenames van 5%, laten we zeggen. En hier hebben we het dus over toenames van 1000%. Compleet andere orde van grootte en echt heel erg schokkend om dat te leren zo. Ja. Wat ik interessant vind is dat er vanuit de waterschappen heel veel interesse is om ermee aan de slag te gaan, maar dat eigenlijk niemand echt weet waar je zou moeten beginnen of hoe je dat dan zou aan moeten pakken. Nou, ik hoop dat ons onderzoek daar toch wel een bijdrage aan gaat leveren, dat we echt ermee aan de slag kunnen en kunnen gaan doorpakken en dat er ook echt beleid komt. Ik vond het ook nog wel leuk om te noemen. We gaan proberen om ook ons rapport te publiceren als een STOA-rapport. Ja. Dus dat lijkt me ook wel heel gaaf. Gaaf, ja.